Nou, in Gaiazoo zijn we natuurlijk altijd bezig om het park te verbeteren waar mogelijk. En nieuwe diersoorten te laten zien in ons publiek. Maar ook de oude diersoorten en de bestaande verblijven worden niet vergeten. En ook die worden weer geüpgrade. En vandaag ga ik jullie laten zien wat we allemaal weer van plan zijn. We zijn hier in ons savannegebied. We staan hier bij het verblijf van de grote ofossen. Misschien zie je ze daar liggen. Het verblijf van de grote ofos, wat we nu zien, het gaat verdwijnen. En de grote ofossen die gaan een nieuw verblijf krijgen in het park. Maar dit wordt het nieuwe binnenverblijf. Dus hier kunnen ze straks lekker warm binnen liggen. De mensen zullen ze ook binnen kunnen zien, want hier komt een ruit in het verblijf. En hier kunnen de dieren heerlijk in de zon liggen. Dit is echt een zonplek. Dus eigenlijk februari moet je hier zitten, maandje rust, paren. En dan hoop ik dat we van de zomer hier allemaal kleine vosjes hebben lopen. De bongo's. De bongo's zijn natuurlijk al jaren bij ons in het park, gelukkig. Vorig jaar twee mooie kalfjes. Maar we hebben dit jaar wat aanpassing gedaan aan het verblijf. Zo hebben we een mooie afdak voorzien. Zodat de dieren, als het wat slechter weer is, toch gewoon lekker buiten kunnen blijven. En dat is ook lekker. Wij hier droog staan en de bongo's daar droog staan, zodat ze elkaar goed kunnen bekijken. In 10 jaar Gaiazoo hebben we al een heleboel dingen in het park weer veranderd. En het liefst natuurlijk verbeterd. En iets wat we nu ook hard mee aan de slag gaan, zijn het verbeteren van de paden. Langzaam maar zeker zal heel Gaiazoo verhard worden, zodat je ook met schone schoenen het park weer kan verlaten. We zijn hier bij het verblijf van de witgezichtzaakjes. Nou, witgezichtzaakjes is geen nieuwe diersoort voor Gaiazoo, want die hebben we al sinds de opening. Nou, nu was er een andere dierentuin op zoek naar een familie witgezichtzaakjes. Dus is onze groep doorverhuisd naar een andere dierentuin. En hebben wij een complete groep over kunnen nemen van weer een andere dierentuin. Van witgezichtzaakjes, gouden leeuwaapjes en witgezicht oeistitis. Dus 3 soorten die samenleven. En die gaan dus ook samen hier in dit verblijf leven. We gaan zorgen dat de dieren hier weer lekker kunnen rennen en spelen tussen het groen. Natuurlijk is er al heel veel natuurlijk groen. Maar we gaan nog wat meer klimstructuurtjes maken, wat touwen ophangen. Zorgen dat ze makkelijk naar binnen en naar buiten kunnen. Gewoon dat ze zich prettig voelen. We zijn hier in het taigagebied van Gaiazoo. En hier gaan we een verrière van wel 1600 vierkante meter bouwen. Dat is een hele grote verrière waar ook grote vogels in zullen komen te vliegen. Zoals monniksgieren, waltrapibissen. En die zullen gezelschap krijgen van een heel aantal kleinere soorten. U als bezoeker zult er doorheen lopen, dus u kunt echt het vliegen van de vogels weer in deze verrière meemaken. Het zal zo omstreeks de zomer zijn. Naast dat hier een nieuwe verrière zal komen, zullen hier nog meer nieuwe diersoorten verschijnen. En dat zijn de kamelen. Vanuit verschillende dierentuinen in Europa krijgen we kamelen die al straks in dat park zullen gaan wonen. Hier sta ik op de plek waar over enkele weken het verblijf van de rode panda's gemaakt zal zijn. De rode panda's die zitten hier straks in de boomtoppen. Die klimmen helemaal naar achter richting het Hof van Gaia. Samen met de rode panda's zullen hier ook muntjaks, kleine hertjes gaan leven die hier op de ondergrond in het bos zullen scharrelen. Zo, hier zijn we in de taiga. En hier komt de nieuwe Taiga Lodge. En dat is een plek waar mensen een heerlijk kopje koffie kunnen drinken. Lekker in de zon kunnen zitten en uit kunnen kijken over de rendieren. Dus naast dat we voor de dieren de boel proberen te verbeteren, gaan we ook voor de mensen het nog aangenamer maken hier in Gaiazoo.